de type kunstenaar dat niet wacht op de opdracht? Jij had het gevoel, intrinsiek, ik moet een standbeeld maken van André Vraan. Hoe kan het dat hij dat nog niet heeft? Wat was het moment dat je dacht, ik ga het nu maken? Dat was eigenlijk toen hij bij Matthijs van Nieuwkerk zat. En toen vroeg Matthijs van, waar ben je het meeste trots op? En toen was het antwoord, mensen laten lachen. Dat dat gelukt was in het leven. En ik vind het zelf ook heel leuk om mensen te laten lachen. Ik zorg graag voor een glimlach. En daarom maak ik vaak verrassingen in de stad, straatkunst. En soms doe ik dingen voor mensen die mij inspireren. Of die ik gewoon heel erg bijzonder vind dat ze mensen verbroederen. En André van Duin is de meneer die iedereen kan laten lachen. Maar die bewondering is wederzijds, hè? Want ik vind het ook geweldig dat hij elke week in Parool, elke keer staat er dus in de PS waar hij nou weer wat gemaakt heeft. Het is even zo origineel en zo leuk bedacht. Ja, fantastisch. Ja, dat klopt. En dat zijn leuke grappen, maar nogmaals, mensen die dat op nog grotere schaal doen. Zoals meneer van Duin. Dat wilde je eigenlijk eren met standbeeld. Dat je mensen gewoon zoveel mensen hebt kunnen laten lachen. En nog steeds, en dat wat u net zei, 3 generaties lang. Maar ik laat ze ook huilen tegenwoordig. dat is de nieuwe fase van de carrière. Dat is onwijs bijzonder. En dan verdien je wel een beeld